Hallo allemaal. Op dinsdag 30 augustus 2022 om 6 uur in de ochtend, als het net licht begint te worden, komt loonbedrijf Korenberg mest uitrijden. Ik ben eerst de koeien gemelken, maar hier anderhalf uur later om 7:30 ben ik ook de wei ingegaan om het te filmen. En dit is de laatste keer van dit jaar dat we mest laten uitrijden, want het mag maar tot 31 augustus. Dus overmorgen mag het al niet meer. En het gaat vlot. 16 kub per tank, 5 tanken in een uur. Dat is 74 kub per uur. Hier rijd je op een stuk land waar een kwartier geleden nog de pinken en droge koeien liepen. Die heb ik net overgedaan naar een andere wei ernaast. Op de achtergrond zie je de melkkoeien grazen. Die zijn inmiddels ook buiten. Oh ja, en wie zich afvraagt hoeveel mest komt er nu op het land? Ongeveer 5 kub per bunder, per hectare. Met de mesttank wordt van voor naar achter in het land gereden en weer terug. En dan wordt gezorgd dat hij precies vooraan weer leeg is. En kijk, dan gaat hij weer naar de stal om opnieuw de tank te vullen. En hier is hij bezig op weer een heel ander perceel. Dit is het stuk waar ik in het voorjaar ook altijd als allereerste de mest uitrij. En nu dus als allerlaatste ook. En in het voorjaar doe ik dat omdat het dan daar het droogst is en het beste kan. En nu doe ik dat omdat dit nog het enige stuk was waar het gras niet te lang was om mest uit te rijden. Want het is een hoge zandkop en daar was het bij plekken behoorlijk verdroogd. En dat kun je goed zien aan die bruine plekken in het gras. Gelukkig is op de meeste plekken het gras nog mooi groen in ons land. Dat komt omdat ik veelal lage stukken land heb. En zo komt er dus een einde aan het mestseizoen van 2022. En komend jaar, dan mag er pas vanaf 7 februari opnieuw mest uitgereden worden. Dat betekent dat alle mest die de koeien in die tussenliggende tijd in het winterseizoen produceren, dat die opgeslagen moet worden. Ik bedank loonbedrijf Korenberg voor het mest uitrijden van dit seizoen. En bij gezondheid komend seizoen weer. Nou, dit was de laatste tank. Gaat hij op weg naar een volgende klant. Tot volgend jaar wat betreft het mest uitrijden.